Ja, dit is wel een beetje de IAA van dit jaar in een notendop. Daarachter enorme stand van bandenmerk Continental. En dan staan we hier bij Ford. Heel klein standje, 3 auto's, maar gelukkig wel 1 heel interessante auto. Ford Mustang Mach-E GT. Sterkere variant dus van die Mustang Mach-E die we al kennen. 487 pk, 3,5 seconden ongeveer naar de 100. Vanaf prijs in Nederland €75.000. En dus op basis van die Mach-E die we al kennen. En wat dus toch best wel een interessante auto is. Over die Mach-E GT. Toen Ford, heel controversieel, hè, een paar jaar terug, al bedacht dat we die elektrische crossover Mustang gingen noemen. De iconische Mustang naam. Wist Ford al wel, we moeten daar een GT variant van maken. Want de echte Mustang is een echte GT. Dus er moet van deze auto een echte Mustang GT komen. Waarom zien we hem nu pas? Die Ford Mustang Mach-E die we al kennen. Die kennen we dus al een tijdje, maar deze GT zien we nu pas. Ford heeft best wel veel moeten doen om deze auto echt niet alleen sneller, maar ook wendbaarder, dynamischer te maken. Dus er is heel veel werk gaan zitten in een andere onderstelafstemming. In een andere calibratie van die elektromotoren. Dus deze auto moet echt dynamischer aanvoelen dan zo'n reguliere Mustang Mach-E. Niet uitgesloten dat Shelby, het legendarische Shelby, dat natuurlijk aan de haal gaat met Mustangs die we kennen, dat Shelby aan de haal gaat met nog een sterkere versie. Dus dit is nog bij lange na niet het einde, denk ik, van die Mustang Mach-E. We kunnen het even niet zien, er staat een mooi GT-logo op die achterklep. En verder eigen wielen, eigen bumperpartij natuurlijk, zwarte accenten. Om die Mustang Mach-E wat dikker te maken. Maar ook wel goed om te zien dat zo'n reguliere Mach-E, want zoveel verschilt hij er niet heel erg van, toch al best wel een stoer, eigen en dynamisch karakter heeft van zichzelf. En helemaal in deze fraaie kleur, die volgens mij exclusief is voor die Mustang Mach-E GT, ziet het echt uit als een fraaie, snelle elektrische crossover. Dus liefhebbers van snel spul en die elektrisch willen gaan rijden, ja, dan kan deze Mustang Mach-E zomaar heel interessant zijn.